Jaap. Ja, die doos die stond hier op tafel. Ik heb geen idee wat er hier moet of voor wie die is. Oh, daar staat wat op geschreven. Even kijken. Lieve Marcel, dat ben ik. Voor jou, omdat vandaag programma 100 wordt uitgezonden. 100, dat is veel. Wacht eens even, voor mij, dus een cadeau? Een doos, mijn eigen ontdekdoos, net als Ferdinand. Oh, eens even kijken wat erin zit. Nee, een feestmuts. Natuurlijk, programma 100 van Huisje Boompje Beestje, dan is het natuurlijk feest. En oh, er zit nog een doos in. Een taartdoos. Taart ga ik lekker opeten straks. Oh, een kaartje. Even kijken. Vandaag laten we in programma 100 zien hoe Huisje Boompje Beestje wordt gemaakt. Dat wil ik zien. Oh, daar heb ik zin in. Hebben jullie daar ook zin in? Nou, kom dan kijken in het wielenwingding. Wielewingding, 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 kom erin. Heb je ook zo'n zin in dat wielewingding? Vliegewingding, vaarwingding, mollewingding. Wielewingding, wielewingding, kom erin! Help! Ik word hier helemaal gek van! Mats, hoe is dit allemaal met programma 100? Nou, ik wel, maar wie doet het ook? Haha! Zo, nou, we hebben een fax gekregen van school de Oostelijke Eilanden, Amsterdam. Wauw! En een fax voor Muk, Mats en Ferdinand. Verrassing van school de Oostelijke Eilanden uit Amsterdam. We hebben wat voor jullie gemaakt voor het 100ste programma van Huisje, Boompje, Beestje. Goed! Zet de televisie aan, nu! Ja. Kinderen van groep 4 en 5. Ja. Nou, ik heb ook wat moois gemaakt, hoor. Oh, wacht. Oh, Muk heeft ook wat moois gemaakt. Ik ben benieuwd. Ja! Hier, kijk. Hé, hey, een Huisje, Boompje, Beestje, 100 bord. Mooi. Dat ga ik ophangen boven de televisie. Ja. Oké, okay, zet de televisie Zo. Aan. En bij de kinderen... Kinderen moeten ook de televisie aan. Op school. Mats, ja? Op school staat de televisie al aan, hoor. Oh, natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Er staat niks op. Oh ja, toch. Een raarvis. Kim is bijna jarig en geeft een feestje. Haar liefste vriendjes en vriendinnetjes krijgen een uitnodiging. Om 2 uur in de speeltuin van Tante Lien. Groetjes, Kim. Erik en Samira zijn er als eerste en ze zoeken Kim. Maar waar is Kim toch? Het is toch al 2 uur? Erik en Samira gaan zoeken en zoeken en zoeken, maar nergens is ze te vinden. Thank you.
tenminste ook niet. Dan zoeken ze bij het kasteel. En dan, opeens, wat is dat? Een heks die roept, kom hier! Erik en Samira volgen de heks, maar waar naartoe? Bij een huisje. Daar zegt de heks een toverspreuk. Hocus pocus Pilatus pas. En dan? Hiep de piep hoera! Alle kinderen zijn tevoorschijn getoverd. Maar waar is jarige kind? Dan gebeurt er iets geks. De heks doet haar nagels af. En haar hoed. Haar mantel. En haar masker. Hey! Het is Kim! Dan wordt er echt feest gevierd. Voor de jarige Jet. Is dat niet een raar feest? Het was een leuk filmpje. Dag! Knap hoor. Heel erg goed. Hartstikke goed. Mijn bord is ook mooi. Nou, ik maak er nog een. Dat is eigenlijk gek hè, zo'n tv. Het is net een kastje met een dikke glazen buis. Het is eigenlijk gewoon een aquarium, maar dan zonder vissen. En als je hem dan aandoet, dan verschijnen er opeens allemaal dingen in. Ja, zoals wij met huisje, boompje, beestje. Kijk, er zitten allemaal draadjes in. Hier, en ijzertjes en knopjes. Wacht eens. Ik zal hem eens openmaken. Nee, Mats. Nee, alsjeblieft niet. Je mag nooit, nooit een televisie openmaken. Nooit. Mag niet. Oh. Ik heb hier in mijn ontdekkist heb ik een videoband. Daar staat alles op over de binnenkant van de televisie. Geef op, hier, geef op. Ik ben zo benieuwd wat erin zit. Ik had altijd willen weten. Nou, dat valt tegen, Mats. Als die televisie aan de achterkant open gaat, zie je één grote warboel van ijzeren plaatjes, puntjes, streepjes, draadjes en de achterkant van de beeldbuis. Raar hoor. Ik weet alleen maar hoe je hem aan moet zetten. Zo hé. Hey. Nou, dat vind ik nou zo raar. Daar snap ik werkelijk echt helemaal niks van. Ik ook niet. Veel te ingewikkeld. Ja, hier, deze. Oh, ja, dit is de stekker. Die moet je natuurlijk in de stopcontact steken, anders doet de televisie het helemaal niet. En dan deze. En door deze kabel gaan alle programma's die op de televisie zijn te zien. Ja, dat vind ik ook zo raar dat al die programma's door deze kabel gaan. Telekids, Klokkenhuis. Huisje, boompje, beestje. Ja, ongelooflijk. Maar wacht eens. Wie stuurt nou al die programma's door deze kabel? En waar komt dat nou vandaan? Er is een soort uitzendfabriek en die zorgt dat alle programma's op tijd op de televisie komen. Oh. Hey, Muk! Ja, wat is er nou? Ik ben aan het verven. Muk, we willen zien waar de programma's worden uitgezonden. Ja, leuk. Ik ook. Wingen, dingen, wingen, dingen, wingen, ding. Wielen, wing, ding. We gaan rijden. Hou je vast. Dag, meneer. Wij mogen er onderdoor, hoor. Wij zijn van de televisie. Van huisje, boompje, beestje. Die huizen horen allemaal bij de televisie. Maar het uitzendhuis is nog verder. Doorrijden, Muk!
We zijn er. Hier worden de programma's uitgezonden. Kijk nou eens. Daar heb je de baas van Huizen Boompje Beestje, Noor. Die loopt met een programmaband dat uitzendgebouw in. Vanuit deze kamer wordt Huisje Boompje Beestje uitgezonden. Er is zeker iemand jarig. Huisje Boompje Beestje natuurlijk. Het is het Hommerse programma. Daar zitten ze allemaal op te wachten. Ik heb hem! Jongens, ik heb hem! Ik heb hem! Hoi, hoi! Appelrinnen en jongens, taart! Oei! Nou, stuk van marjolein. Als een programma klaar is, gaat het in een grote videorecorder. Zo, hé. Hey. Die hebben allemaal taart gekregen. Krijgen wij niks? Heel lekker. Wat gaat beginnen? Gelukkig. En zo wordt het Hommerse programma van Huisje Boompje Beestje uitgezonden. Ja, maar gelukkig waren we op tijd klaar. Het is ook een hele klus om zo'n televisieprogramma te maken. Ja, dat zou ik eigenlijk ook wel eens willen weten. Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Hoe wordt Huisje Boompje Beestje gemaakt? Ja. Nou, het gaat ongeveer net zoals jouw filmpje, Hoedjesdag. Eerst verzin je het programma. En als je dat al verzonnen hebt, dan schrijf je dat allemaal op. Wie bedenkt dat allemaal? Daarvoor moeten we even naar het kantoor van de schooltelevisie. Ze zijn vast wel met het volgende programma bezig. En dat is programma 101. Oh. En dat gaat over konijnen. Leuk. Oh, vliegen, Wendy. Hou je vast. We gaan naar het kantoor van de schooltelevisie. Ha. Hier zijn ze aan het verzinnen hoe ze een programma over konijnen moeten maken. Ze kijken in boeken over konijnen. Ze hebben ook een konijnenhok met eten voor een konijn erbij. Er mag een echt konijn meedoen in het programma. Konijnenfilms horen er ook bij. Wat gebeurt er allemaal in dat konijnenprogramma? Dat wordt opgeschreven door deze mevrouw. Als je dan konijnentanden in doet, kan je beter schrijven, zeker. Scholen doen ook mee. Die moeten allemaal opgebeld worden. Bij Huisje Boompje Beestje hoort een map en een werkblad over konijnen. Wat zou het mooiste kleurtje zijn voor de map? Het verhaal over konijnen is klaar. Dat zou ik wel eens willen zien. Hey Nora, Noor. Noor, mogen wij het script? Luc, Ferdinand, ja. Mats. Kunnen we lezen wat we moeten zeggen in het konijnenprogramma? Bedankt, Noor. Oké. Nou, dit is dan het televisieverhaal voor het volgende programma. Ja, en dan is het bijna dierendag, dus het gaat over konijnen. Kijk, Mats, dan zeg jij bijvoorbeeld... Zijn voorpootjes bewegen, nu zijn achterpootjes nog. Ja, en dan laat jij het boek van die konijnen zien. En films. We hebben ook films over konijnen. Hoera voor Muk. Ik doe ook nog mee, hoor. Ik was er het eerst. Kijk dan.